Oh jong. Oh, oh, dit is geen rij. Oh, oh. Wim, je bent het verleerd. Kan niet goed zijn. Oh, shit. Ja, oké. Okay. Zie nou waarom je een rijtrainer nodig hebt voor vrijstelling. Hey. Stoppen. Zijn we wapen? Nee, ik luister je niet of zo. Hallo. Wat kan je nou allemaal doen? Hoi. Hey Wim. Hoi. Eindelijk klaar met omkleden? Ja, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor? Toppie. Ja, ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er ook altijd klaar voor, hè. Toppie. Je bent de tweede vandaag. Dus, kijk eens aan. We gaan beginnen zo direct. We beginnen met rijtraining. En als we die afgerond hebben en ja, het is allemaal goed gegaan, gaan we over op de schiettraining. Het is volgens mij voor jou alweer een jaar geleden ongeveer dat je die IBT-training hebt gehad. Schiettraining kan me alleen maar niet meer herinneren, joh. Ik geloof dat ik gewoon een vuurwapen heb gekregen en de straat op mocht. Oh joh, ja. Oké. Okay. Dus okay. Nou ja, goed. Wat weet je zelf nog een beetje van het rijden en al? Van het rijden? Ja? 40 km boven de toegestaande snelheid. Ja? Kruispunt in ieder geval stapvoets. Kijken of je in ieder geval tot 20 km per uur terug kunt gaan. Zodat je een mooie snelheid hebt. Een kruispunt om een kruispunt te benaderen en ten alle tijde kunt stilstaan. Het woordje tonnen geloof ik, tegenovergesteld naderen, opvallend naderen. Dat hebben we wel eens voorbij zien komen. Vergeet nog iets heel belangrijks. Nou, in principe heb je eigenlijk alles opgenoemd. Wat doe je bijvoorbeeld bij het overschrijden van de brandrichtlijnen? De meldkamer om toestemming vragen. Of in ieder geval doorgeven tot we het doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar de auto toe. Yes. Staat hier als het goed is op de binnenplaats, links. Hey. Nou, hij staat er dus niet. Dan moet ik even kijken, staat hij dan hier? Ja, hem toch meegenomen of niet? Ik heb hem vandaag nog gebruikt. Oh. Nee, hier staat hij ook niet. Ook niet. Ja, dan moet hij hier wel staan. De laatste optie. Nee, ik heb daar niks over meegekregen, maar anders, als hij hier niet staat, dan moeten we even over een andere afspraak inplannen, Wim. Oh, joh, hier staat hij. Ah, hier staat hij. Ja, topper. Kijk eens. Nou, mooi. Ik zal even de officiële een rondje nog om het voertuig doen. Ja. Of er al krassen op zitten, dat ik in ieder geval kan bevestigen dat ik ze niet heb gemaakt. Want je weet het maar nooit. Goed onderhouden zo te zien. Ja, altijd bij de dealer, hè. Moet ik ervoor zorgen dat ik het ook kan. Oh, daar gaat er eentje van de landelijke eenheid. Oké. Zullen we even voertuigcontrole doen? Ja, blijf jij even zitten, dan zeg ik eventjes of alles werkt. Even kijken. Yes. Nou, de blauw is helemaal goed. Zo, amber doet het. Stop werkt, groen werkt. Alles werkt. Toppie. Yes. Dan stap ik weer bij je in. Zo. Even mijn gordel omdoen. Ja. Yes. Nou, we doen dit gewoon in de praktijk, hè. Gewoon zoals jij het natuurlijk ook al gewend bent. We beginnen gewoon met een priootje 2. Ik ga eventjes de navigatie voor jou instellen waar naartoe. Even kijken, wat is een leuke locatie. Richting de golfbaan onder een priootje 2. Richting de golfbaan onder een priootje 2. Ja. Nou, rechts en links komt niks. Ik ben niemand tot last, dus ik ga door. Hier wil ik ook liever niet in de weg gaan zitten en tegenovergesteld, dus ik wacht hier even. Dat zou ik in ieder geval doen. Ja, kijk maar die vrachtwagen inderdaad. Ja. Nou, het verkeer rijdt. Mooi. Hier heb ik groen licht. Ik ga iets sneller toegestaan. Ik pak nog snel oranje mee. Ja. Hier naden we rood. Snelheid gaat eruit. Rechts komt niks. Of toch wel. Ik wacht even. Links staat stil.
Na deze auto kan ik door. Goed zo. Hier hetzelfde verhaal, links rijdt, dan zal rechts misschien ook wel rijden. Links komt een auto, gaat naar die kant, rechts staat stil en ik kan. Nu ga ik er rechts langs, genoeg ruimte. Ja. Snelheid eruit, links vrij, rechts staat stil. En door. Dan moet je tussendoor als het goed is, hè? Ja, dat is de mooie baan. Rechts komt wel iets, ik wacht erop. Die stopt, dan kan ik gaan. Yes. Hier een heel gevaarlijk kruispunt, als ik het zelf. Die gaat de snelheid er bijna volledig uit. Rechts komt niks. En door. Ga ik hier rechts langs. Goed links zo. Staat stil en door. Hier ook weer. Links staat stil, rechts trekt wel op, maar blijft staan, dan kan ik door. Eerst wel even netjes wachten gewoon. Het wordt groen. Toppie. Laten we gaan naar rechts, dat is mooi. Die gaat naar beneden remmen. Wil je mij hier naar rechts hebben? Of rechts? Ja, naar hier naar rechts. Ja. Dan kijken wat deze gaat doen. Ja, die rijdt. Oh, bijzonder. Niks komt niks, dan ga ik er zo langs. Hier rechts de lang snelheid eruit, want het is inmiddels al rood. Rechts staat stil, links staat stil, dan kunnen we door. Hier ook rechtdoor? Ja, we gaan hier blijven rechtdoor rijden. Nou, links rijdt, maar er komt niks meer. Rechts staat stil. Nou, het is inmiddels goed. We gaan hier rechtsaf. Rechtsaf, links rijdt. En erachteraan sluiten. Hier komen tegenovergestelde auto's, dus ik wacht even. Yes. Groen licht. Gaan we hier links, goed zo. Links vrij, rechts komt. En staat stil. Maar ik blijf links rijden, ga ik even rechts langs. En dan zijn we bij de golfbaan. Yes. Wil je hem hierin hebben? Ja. Oh. Die gaat ook naar de golfbaan, zo te zien. Top. Zeg maar waar je wilt hebben. Ja, kies maar een vakje uit, zou ik zeggen. Zo. Top. Hey, wat vond je zelf van je rit? Nou, ik vond het wel lekker gaan. Ik geloof dat ik misschien op het laatste kruispunt, hier net, daarachter, toen was ik vooral op rechts gefocust. En toen zag ik tot links mij een auto naderde. Dus misschien dat ik alleen die persoon tot last was, maar ik denk dat voor de rest niemand echt last van mij heeft gehad doordat ik de rood reed. Nee, nee. Ik vond het hartstikke goed gaan. Inderdaad, die voorlaatste kruispunt waar je als laatste was geweest, inderdaad. Ja, als jij die ruimte gebruikt in het begin, er komt op dat moment nog niks aan vanaf links. Je kijkt iets te veel naar rechts en vervolgens krijg je links groen, begint te rijden en dan krijg je inderdaad wat je net had. Voor de rest vond ik het eigenlijk gewoon zoals het hoort, gewoon zoals uit het broekje, om het zo maar te zeggen. Top. Dus gaan we eventjes over naar een priootje 1, gaan we even doen. We gaan even kijken, we doen wel met. Oké. Lijkt. Even kijken hoor. Een leuke locatie voor de Prio 1 met. Moet ik die verzinnen of ben je aan het nadenken? Ik zit heel eventjes te kijken. Zullen we anders doen naar het Erasmus vanaf hier? Ah ja, is goed. Op gevoel rijden? Op gevoel rijden. Op gevoel rijden. Nou, dan neem ik aan gewoon alles aanzetten op een tijdstip dat ik denk dat dat goed kan. Ja, voor mij mag je alles aanzetten wanneer jij dat nodig vindt. Dan wacht ik hier even. Als die auto gaat rijden, mocht die auto rijden, dan gaat die blauw aan. En handig. En de schrik. Ja.
Auto blijft stilstaan, kan ik er maar rechts langs, je raakt er links langs. Links staat stil, rechts staat stil. En door. Links en rechts vrij en groen licht. Alles staat daar links, dus dan blijf ik rechts rijden. Ik hou rekening mee dat ze raar kunnen reageren. Ja. Hier. Rechts komt aan, staat stil, dan ga ik links rijden. Hier gevaarlijk kruispunt. Snelheid eruit, links vrij, rechts vrij. Hier groen licht, toch een beetje snelheid eruit, ja. Auto's staan op links, ik ga naar rechts. Links komt een auto, heeft mij gezien. En we gaan naar rechts af. Hier snelheid eruit, rood licht, links heeft mij al gespot, vrij. Hier rechtdoor. Nou, het heeft mij gezien. Rechts heeft mij gezien. Ja, mooi gedaan. Hier gaan we tonnen. Links vrij, rechts vrij. Links vrachtwagen. Ja, heeft mij gezien. Achter de vrachtwagen kan ik niet zien. Staat stil. Niks. En rechts ook vrij. Ook weer hetzelfde type kruispunt. Links staat volledig stil en rechts ook. Rechterbaan voor rechtdoor. Links rijdt. Heeft mij nog niet gezien. Nu wel. En rechts vrij. Hier rechtsaf, groen licht, toch links controleren is vrij, rechtdoor, rood licht, beide vrij. Voor mij gespot, dan gaan we hier rechtsaf. Ben je de sluis in, ambulance sluis? Ja, maar allemaal de blauw er vanaf. Yes. Yes. Zet ik hem even op een parkeervak, tot de ambies nog kunnen binnenrijden. Nou, mooi. Ja goed, ik vond het ook deze keer weer helemaal goed gaan. Ja, je maakte veel gebruik van de vrije baan. Ook het tonnen waar je benoemde tijdens het rijden, even tegengesteld, klein stukje. Ja, je maakte goed kenbaar dat je er was. Goed bleven kijken totdat de voertuigen je ook echt daadwerkelijk hebben gezien en dat daadwerkelijk tot stilstand waren gekomen. Dus ik vond het weer hartstikke goed, dus ga zo door, zou ik zeggen. En wat staat nu op het programma? Wat staat nu op het programma? Ik denk dat we nu overgaan naar de schiettraining. Schiettraining? Ja. Daar dan heen gaan rijden. Ja, ik denk dat we daar eventjes voor... Even kijken, dan gaan we hier rechtsaf. Ja. Ah, waar ik... wacht even hoor. Waar ik het sowieso zo meteen even met je ga over hebben, dat is... je schiettraining. Het is niet alleen je schiettraining, wat is de bedoeling daarbij? En ook het feit dat je natuurlijk altijd je kogel weer in de vest aan hebt. Zoveel mogelijk altijd dekking probeert te zoeken, al is het niet bij je voertuig, dan wel bij een betonnen blok of bij een huis of waar dan ook. Dat je in ieder geval altijd je dekking houdt en dat je daar dus altijd rekening mee houdt dat je flink geraakt kan worden. Ja. Dus dat dit altijd een risico blijft in dit vak. Ja. Dus dan gaan we even naar binnen, ik hoor ze al ondertussen schieten. Mm-hmm. Ja, ik heb mijn vest even weg daar gelaten op AB. Oh ja, oké. Okay. Dat vond ik niet... Nee. Yes. Zo. Oké, dus bescherming. Ja. Zou ik inderdaad eventjes gehoorbescherming opzetten. Zo.
Zo, gehoorbescherming. Wat kan je me je? Horen? Wat zeg je? Nee, ik hoor je nog even. Oké, toppie. Hey, nou, we gaan hier eventjes de schiettraining starten. Mm-hmm. Dus dan krijg je sowieso even zo direct even een wapen uit het magazijn. En je krijgt ook ja, een aantal magazijnen mee. Ja. Dus dan gaan we even schieten. Oké. Okay. Dat moet wel lukken, denk ik. Yes. Gewoon hier? Ja, mag je even hier plaatsnemen inderdaad. Er ligt nog wat heels op de grond. Ja. Nou, dan mag jij mag je vuurwapen trekken. Mm-hmm. Waar moet je sowieso even aan denken op het moment dat je je vuurwapen trekt? Omgeving veilig. Ja. Toen niet meteen de vinger op de trekker houden. Ja. Ja, en waar ik geschieten, been of meteen voor het uitschakelen of meteen dodelijk. Dus ja. Boven lichaam. Ja, en die afweging die moet je eigenlijk dus altijd voor jezelf gaan maken. Ik kan wel nu zeggen dat je die altijd, ja, dat het een beetje natte vingerwerk is. Maar ja goed, dat is op elke situatie dat natuurlijk anders. Mm. Ja goed, op het moment dat je natuurlijk je vuurwapen trekt, ja, dan is het eigenlijk al heel groot en heel veel papierwerk voor jou. Op ja, kantoor. Natuurlijk inderdaad je vinger niet op de trekker. Veiligheidsspan er vanaf. Ja, waar je ook zal zo altijd aan moet denken, hè, je kogel weer in de vest aan. Mm-hmm. Zo goed als mogelijk je dekking proberen. Hè. Ik zeg niet dat het altijd kan, maar mocht het zo kunnen, dan probeer altijd die dekking te pakken. Uiteraard. Voor je eigen veiligheid. En ja, dan mag je van mijn part beginnen. Oké, okay, hoeveel schoten? Mag je magazijn leeg schieten. Oh. Ik zie mijn doelwit. Ja. Leeg. Ja, leeg. Kijken, veilig, wapen bergen. Goed zo. Altijd inderdaad, nadat je je wapen gebruikt hebt, direct bergen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even een reactieproef doen. Er komt zo meteen een bord tevoorschijn. Op het moment dat hij tevoorschijn komt, moet jij zo snel mogelijk je vuurwapen trekken en direct schieten. Oké. Okay. Yes? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik hem starten. Dan mag je beginnen wanneer die bord tevoorschijn komt. Yes. Even veilig, wapen bergen. Top. Gaan we hem even naar voren halen. Kan ik eventjes waar je hem allemaal hebt geraakt. Mm-hmm. Yes. Even kijken. Je hebt hem één keer in het bovenbeen, één keer in de heup. En zo te zien nog eentje in het bovenbeen en nog eentje in het bovenbeen. Oh. Nou, topper. Ja, toch? Jazeker. Nou, dat was in ieder geval dat. Ja, zo te zien, probeer dus in ieder geval altijd op het been te schieten. Ja. Ja, probeer het inderdaad zoveel mogelijk ook in de praktijk. De beenwond kunnen we ten alle tijde behandelen, maar komt die inderdaad in de buik. Ja, daar zitten de organen, daar zitten de vitale organen van de mens. Word je daar geraakt, is het een stuk groter risico in één keer. Uiteraard. Daar heb je volgens mij ook al enige ervaring mee in de praktijk gehad. Oké, nou gaan we weer verder met de schiettraining. Okay. Wederom je reactievermogen. Mag je inderdaad weer gaan beginnen te schieten op het moment dat het bord weer omhoog komt. Oké. Okay. Zo, topper. Gaan we weer even naar voren halen. Ja. Yes, even kijken. Eenmaal scheenbeen, nogmaals in de knie en wederom twee keer in het bovenbeen. Dus dat is een goeie. Nou, zo te zien kan je nog aardig richten ook. Ja toch? Dus, het wil niet altijd lukken, maar hier wel gelukkig. Mooi. Hey, nou goed, ik ga jou gewoon weer het vervolg laten gaan. En dan zie ik jou weer volgend jaar. Volgend jaar, helemaal goed. Bedankt. Ja, geen probleem. Jij ook fijn, bedankt. Fijne dag nog. Ja, jij ook man.
Thanks. Hoi. Later, Wim.